Hi, my name is Wanda, and welcome to this podcast Welkom on bij doodles deze and podcast femininity. over Hi, doodles welcome to this over podcast. Education this mistakes doodle op een schaal van 0 tot 10. Hoe gelukkig ben jij? Anna zegt het allereerst wat in je opkomt. Voordat je jezelf gaat ervaren hoe jij gelukkig eigenlijk bent. Say the very first thing. Want dan schiet je weer in je hoofd. Start wondering how you will find your rijmpje te klappen. Because then you'll be stuck niet in je hoofd en komt er hoop. Alleen je bent een secret. Happiness is not in your hand. Ik kan het weten, want ik heb het grootste deel van mijn leven vanuit mijn hoofd geleefd en gehandeld. As you en know, dat heeft me geen geluk because gebracht. I've lived and acted from my maar head, ik most ik ben daar bewust van. That hasn't brought me happiness. De meeste mensen zijn dat niet. But I'm lucky, die gaan slapen door het leven. Ze leven wel, maar echt leven doen ze niet. Sleep rap, wat ik bedoel. They live. Ze laten zich leven. Ze gaan elke dag op, gaan tegen je louden vielen staan. Begeven zich in toxische dergelijke traffic jams. Ze laten zich de hele dag door van de ene verplichting naar de andere leiden. En allowed zonder zichzelf ooit af te vragen one obligation to another all day long. Without misschien zetten ze voor het geld en je verdienen en hun relatief leefcomfort. Perhaps they settle for the money they earn. Dat ze zich daarmee kunnen veroorloven. Maar hoe zit het met hun about their desires, their joys, their joy? Voelen ze die wel? Doe hebben ze die heel gesnoerd? Maar heeft hij silenced them? Zoet naar de eigenlijke behoeftes bij satisfying their brain and ego en niet vanuit hun hart. Fed from their brain, externe middelen en hard personen met external means. Is dat wat het leven is? That what life is? Een volle agenda, maar een leeg bestaan? But an empty existence? En moet je daar pas achterkomen als je met één benen should you only find out when of een andere crisis in je leven? Or another crisis hoe zit dat is met jou? Hoe leef jij? Als je een doodle what in je leven you? Hebt, moet er iets kan in jou zijn die daarom like gevraagd heeft. If you have a doodle in your life, gezien of ongezien deel in jou dat het behoefte had. Ja, we zien een aanzien part of you that had a luizig, warm, bloedig, speels, zacht, knuffelbaar levend wezentje in je nabijheid. Warm-blooded, wat was dat? Soft, kan je er woorden aangeven? Of was het meer een was het? Een stem die je iets van binnen hoorde fluisteren? Of was het more of a feeling? Want ik durf te wedden dat jij dit bedacht en vervolgens gecreëerd because I bet you thought of it. Then created it. In de meeste gevallen is het de vrouw des huizes die regelt in dat most een cases gaat. It's the lady of the house who arranges for doodles to be adopted. Misschien denk je dat je het voor je kinderen gedaan hebt. En deels you is het misschien dat je dit voor de children, maar feitelijk doet het nooit true. Iets voor een ander. But in fact, we never graag do anything for anyone else. Geloven, as maar much we as we just like to believe like that, we're just not alles wat we doen komt vanuit onszelf. Everything we do, niet omdat we egoïstisch zijn, hoewel dit bij bepaalde mensen en bepaalde ego-behoeften wel geldt, maar niet in matters of certain people and certain egoïsten. Een dieper verlangen. But not in matters of the heart. Naar iets wat we missen. But from a deep graag longing. Weer willen terugbrengen. Something we miss. And would iets like to onze kindertijd misschien. Something iets waarvan we de energie wel kunnen voelen. Something of which we can only missen. Feel the missing maar wat energy. We niet but kunnen zien of duiden. Interpret. Ik dacht altijd dat het met liefde te maken had. I always thought it dat doodles appelleren aan ons innerlijke kind. Doodles dat die ons herinneren aan onze lievelingsmoeders van vroeger. Of our favorite en dat ze misschien de liefde spiegelen die we van onze ouders niet reflecten love hebben. We have not received. Niet zozeer de aandacht van onze ouders. Dat ze maar vast mensen die genoeg liefdevolle aandacht van hun ouders hebben probably. Maar de onvoorwaardelijke liefde die geen enkele ouder zijn of aan die omgeven gewoon werden omdat zij het kind heeft en daarmee geconditioneerd zijn. Simply because they are human. Ook omdat ze zijn opgevoed door ouders die in feite opgevoed en geconditioneerd zijn door het systeem. Were in fact raised and conditioned by the system, de maatschappij en haar leiders en maatstaven. Standards, en het leven waarin and ze life hun dagen doorbrachten. Want zo werkt het mens zijn. Like van klein naar groot groeien we van puur onschuldig, één met alles in een vol leven, liefde en licht en overvloed naar bezoedeld, oneigen, afgescheiden, afgesneden, geconditioneerd, beperkt, onveilig en duister. Limited, we voelen ons alleen, zelfs als er mensen om ons heen zijn, we feel zelfs als we wel geliefd vinden around us. Maar zodra we dus door alle externe invloeden laten conditioneren en leven naar andermans regels, normen, waarden en maatstaven, verliezen we onze normen, values en standards, en dus gaan we op zoek. Zonder te weten waarnaar, want dat zijn vragen waarop ons hoofd geen antwoord heeft. En zo begint onze reis. Waarin we binnen de beperkte kaders van het leven toch een stukje eigenheid proberen te vinden. Een stukje zo begint our journey. Want heel ver diep van binnen weten we dat het bestaat. Ook al kunnen we er geen naam aan geven, geen woorden. Piece of home. Maar er sluimert een gevoel en herinnering dat existeert. En die herinnering dringt zich steeds meer aan ons op. Want het leven is als een boemerang.
De reis die wij aanvangen brengt ons niet naar een ver oord of het beloofde land, maar brengt ons terug naar het begin. De journey we probeert het in ieder geval te doen, en vaak niet op een fijne manier. Als we niet luisteren naar de subtiele hint die ons lichaam, die steeds voortaan is deze reis, vanaf een nice way mee worden de signalen steeds luider. Net zolang tot het red flag zijn in de vorm van een perk journey gives us. Niet zomaar de fysieke, mentale, emotionele, spirituele, financiële of seksuele perken die red flag in de vorm van restrictions. Een bomaanslag wat is de physical, mental, emotional, spiritual, financial, flink sexual limitations that you are already aware of. Slag, faillissement, ziekte, verlies, verslaving, een ongeluk, iets wat jouw neus drukt, het heeft een immediate pijn en duizend is, en het shakes you up, zodat je deze weer gaat voelen en kunt helen. I'm talking about dismissal, ik weet nog niet precies op welk moment je grief, addiction, misschien is hij in een accent van alle ellende die jou anders te wachten stond. Something that forces you to recognize in bij te staan als het zover is, of misschien zit je er al in. Zodat je misschien het elke doel wel een andere taak. En ik ben er genoeg tegengekomen die met hun ziekte of kwaal, I don't exactly know when your doodle will appear in your life, een spiegel waren. Voor de medische beperking van een baasje. Maar ook die met een hooggevoeligheid, een spiegel voor je emotional om een bewuste hooggevoeligheid van een baasje. Maar perhaps you're already full. Misschien is je doodle slechts een spiegel voor de joy en zelfliefde die je mist in jezelf. I have encountered plenty of zijn hart te openen en een drempel verlagen voor zelfherinnering. Voor de oude spiegel voor jou, want zo buiten als zo binnen. De hele buitenwereld is een spiegel voor jouw innerlijke disbalans. Jij creëert alles om je heen om je te helpen herinneren aan wie je van binnen bent. En het wezenlijke dat jij verloren hebt, want zo werkt het zelf. Wie wil terug? Pers terug naar het pure zijn, het licht, de vrijheid. Terug naar de heelheid waar ze vandaan komt. Terug naar de oneindige, onconditionele ruimte waarin alles gewoon is en niets gedefinieerd is. Help you remember who you are inside. Terug naar oneindige liefde. Pointing you to the essential niet fysiek is, maar overal om je heen is. Because that is how our self bent. Net als je doodle back. Back to in feite komt maar op één ding. Freedom. Jij back to the tegenovergesteld van alle beperkingen. Back to the infinite unconditioned space. Where misschien is je doodle wel om jou daar aan nothing needs to be defined. En je te laten zien dat het is joy en overvloed. Back to niet iets is om naar te streven in je leven. Maar dat deel uitmaakt van wie jij bent en wat het leven is, just like your doodle. Zodra jij hier je ogen voor kunt openen. Because basically, you don't kijk eens met andere ogen naar je doodle. You en zie wat hij jou te vertellen heeft. Zet alle gebeurtenissen van je leven en neem je rijtje en kijk naar de rode lijn. And to show you that wat is het grote plaatje van jouw leven? It's not something to strive for in your life. But that is part of who you are and what life is. As soon as you can open your eyes to this. So look at your doodle with different eyes. Wil jij weten hoe jij je doodle kunt gebruiken als een spiegel voor jouw innerlijke disbalans, zodat jij de beperking in je leven kunt transformeren naar ease, joy en overvloed? Check dan op www.doodlecomfort.nl hoe Doodle Comfort jou daarbij kan helpen. Ik ontmoet jullie graag. Do my words resonate with you? Ik heb trouwens nog twee pilotplekken openstaan. Which life lessons transformeer je doodle, transformeer jezelf. We learning how to do it yourself. 25 augustus. Dus kijk ook even op de website om je daar aan te schrijven. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot. So you can start transforming yourself and your life by transforming your doodle. How cool is that? Want to find out more? Go check the other page for the online doodle do-it-yourself grooming courses on my website doodlecomfort.com. Enjoy. Welkom bij deze podcast. Thank you for listening to this podcast. I hope this will help you enjoy your little schaal even more in your life. Zeg het allereerst wat je hoopt voordat je jezelf gaat afvragen hoe je eigenlijk definieert. Want dan schiet je weer in je hoofd. Podcast. Ik zal enkel een geheimje verklappen. Thank you. Gelukkig zit niet in je hoofd en komt er ook niet uit voort. So the frustration ik kan het weten, want ik heb het grootste deel van mijn leven vanuit mijn hoofd geleefd en gehandeld. En dat heeft me geen geluk gebracht. Maar ik bof, want ik ben me daar bewust van. De meeste mensen zijn dat niet. Die gaan slapend door het leven.